Oké, jongens. Welkom bij een echte, sikke nieuwe weekvlog. Nieuwe weekvlog in zoveel opzichten, want het is namelijk een nieuw jaar. Ik ga even een doekje pakken voor de kop. Oh. Ja, nee. Waar dan? Welke kast? Deze? Een jaar waarin ik hoop dat Rachel mij minder onderbreekt tijdens het vloggen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ik ga jullie proberen zoveel mogelijk mee te nemen in het opzetten van ons werkritme, de verbouwing, etc. Noem dan op de struggles van het heen en weer reizen. De last die het legt op de relatie. Die gaat het zeker leggen. Wie is dit? Dit is de Bosito de Biscuito. Dit is de Pep, die gaat ook mee naar de verbouwing. Iedereen is erbij. Let's go. Kom jij nu een dier op de huis? Komt ze. Wij moeten altijd. Wij zijn hier. Maar ik zie jullie niet. Ik zie je naar boven en dan kan ik niet zien. Wacht. Kijk. Daar is in ieder geval twee of drie keer doen we ons. Filmen. Nou, ja. Oh, filmen tegen mij voor mensen. Oh, en mensen. Maar kom wel even verder. Ja, ik moet even verder. Ik film wil je wel, maar ik moet wel even hier zijn. Komen drie kloppen. Nu komen hier kloppen. En twee kloppen. De dimmer is voor zich op de dak komen. Gewoon op zeg maar tussen de twee lichten. En hier komt de zon. Knoepers van de balk, hé. Pipje, gaan we lekker ontbijten? Ja. Hier is ons vaste stekkie. Zellig. Oh, nee, gezellig. Oh, nee, gezellig. Oh, nee, gezellig. Dit is hier wel gezellig, niet? Ja, echt, hè? Dit is ons letterlijke nieuwe boek. Wij zijn hier. Kijk, ik ga jullie laten zien. Tada! Hey papa. Hey mama. Hey liever. Hey Gansi. Hey, Anthony. Tussen Lally. En dan een ei. Hey. Was je andere schoenen? Ja, volgens mij in de auto. Nee, die heb ik net uit de auto, die geef ik net aan. Pip, heb jij een schoentje van de koek gezien? Je schoenen zitten verkeerd, Tom, Pip. Oh. Ja. Jullie wat baard. Goeie. Growing it. Houdoe. Alright, hey, houdoe. Houdoe. Shout out YouTube Slabs. Shout out to my homeboys. Shout out. Ja, doe even een SO naar iemand. Ik denk, we hebben een klas. Hey, shout out naar de klas van Marley. Welke klas is dat? Groep 5. Groep 5 van de? Springplank. Groep 5 van de Springplank in Vught. Shout out. Woe! Houdoe! Houdoe! Ik ben nou helemaal gewend aan dat Brabant. Houdoe! Doei! Hey, het is houdoe. Wij gaan naar Roompot, Pip. Dan gaan we even de Maestro de Biscuit ergens op bed doen. Op het erf. Het erf. Nou, waar is je andere schoen, de Biscuit? Biscuit! Hey! Waar is je andere schoen? Ja, kunnen we wel eens aankijken. Dat je dan boos kan worden waar je dan niks aan hebt. En die vrouw had de telefoon nog helemaal niet. Want de kunnen zeg maar ons pas iets. Je moet je inschrijven in de gemeente. Dan kan je parkeervergunning aanvragen. Dat is een automatisch systeempje. Ik kan me niet inschrijven. Want ik heb me ingeschreven, maar dat duurt, een paar werkdagen totdat het verwerkt is. Nee. En vervolgens zei ze, maar je kan ook voor die kaartjes aanvragen via de e-mail. Ja. Maar onze afdeling heeft het erg druk. Ze zijn vandaag tot de e-mail van 19 december gekomen. Dan denk ik al bij mezelf, ja, dan kan ik maar zeggen. Maar in plaats daarvan heb ik ze heel veel succes gewenst met de e-mails. Ja. Want, ja. Wij gaan lekker gaan. Waar gaan we naar de Roompot? Doei! Doei, houdoe! Er staat een grote vergadering op de planning voor de verbouwing om alles definitief te maken, dus knoop maken. Nu wil ik wat lekkers meenemen voor de jongens, maar kun je goed wat. Dus ik ga nu kijken wat ik ga meenemen voor bij de koffie. Oké, wel een twijfelmomentje. Voor mij is het ontbijttijd, het is 9 uur. De rassen zijn natuurlijk al om 7 uur begonnen, dus ik heb en ontbijt.
Maar ik denk dat die gasten inmiddels ook wel weer pauze hebben. Ze hebben een pauzehapje. Dus ik zat te twijfelen wat ik moest doen, maar in ieder geval Jus is altijd goed. Nu naar die gasten toe gaan we knopen hakken. Zak is lekkerder, zak is lekkerder. Ik zit even lekker te jammen bij mijn schoonpa. Dat ziet er ongeveer zo uit. Dat giet... Hey schoonpa! Hey! Een huis vol gitaren, pils. Even kijken wie dit nummer kent. Voor de oudjes is dit onder ons. Ja, is toch zo? 1, 2, 3, 4. Nee, nee, zo. Ja, dat staat hier. Nee. Ja, dat staat hier. Ik volg het blad. Ik volg het blad. Hier. Na deze AEA. Nog een keer pauze. En dan komt dat wat jij net zei. Die. Je moet die A. Er zit een heel ander stuk te spelen. Ja. Heb ik volgorde verkeerd. Dus ik zit op mijn blad. Zit ik. Nou jongen, we zijn hier. Nee, daar zijn we niet. Ja, daar zijn we wel. Want we hebben dadelijk het hele stuk al. Want dit is het moeilijkste. Zo. Ook vet is dat. En dan alleen de G, B, nee, G. Dat is het laboratorium van een genie, hè, Rek. Daar hoor. 1, 2, 3, 4. Ik was even vergeten dat deze wereld ook bestaat. We hebben er gelukkig eigenlijk nooit last van. Is hoe laat is het? 2:30 of zo. Het is 2:30. En ja. Ja, kunnen jullie lachen. Wij vinden het helemaal niet grappig. Echt ineens. Ik denk dat ze honger heeft of zo. Tenminste, dat hopen we. Het is de volle maan. Ja, rot op met je volle maan. Ras is altijd zo van, in de volle maan slaap je slecht en voel je raar. Ik test haar, ik had er in de val gelokt vanavond. Ik reed naar huis en ik zag echt een moeilijk grote volle maan. Ik heb daar nooit last van. Maar dus ik bel Ras, ik zeg, hey Ras, voel jij je ook zo raar? Nee, hoezo? Ha, door de maand! Hoezo, niet iedereen, maar het is met kinderen hebben er eerder last van. Weerwolven hebben er ook last van. Heel veel bevallingen. Dracula's hebben er ook last van. Er zijn heel veel kinderen geboren tijdens volle maan. Ja, ik heb een maatje, die is weerwolf. Die heeft ook het last van. Koek, wat zeg je ervan? We zijn er nu een beetje vanuit gegaan, Koek, dat het honger was. Rosie, hoe lang ben jij? Leuk. Zo hoog. Zo groot. Ik ben heel benieuwd. Ik ging natuurlijk even kijken of het misschien te maken had met een eventuele sprong. Dus ik ging naar het sprongenschema. En er stond dat Koek in sprong 7 zit. Dus ik altijd even kijken bij de vaardigheden die ze dan kan en zo. Nou, daar stonden dingen die Pip net kan, zeg maar. Nou, zo overdreven, maar. Uw kind kan antwoord geven als u vraagt hoe lang ben je? Hoe groot word je? En dan doet je kind zo. Nou, mijn kind doet dit. En antwoord toch ook geven op vragen? Ja, en als ze kan aangeven dat ze te eten wil door zeggen hap. Zeg eens hap. Zeg eens mama. Oh. Ja, zeg maar mama. En als je zo niet gaat slapen, dan zet ik je bij ze. En dat begrepen? Dat zou ik natuurlijk nooit doen, maar dat moet ik even doen alsof ik dat doe. Je moet veiligheid bieden. Oh ja, veiligheid bieden. Wij zijn er voor je om je door deze fase heen te helpen. Ja, zo met je. Als jij, veiligheid. Als jij je mond niet houdt, dan trek je zwemvest aan. Ja, toch wel een stressvolle, heftige periode. Nou, misschien val ik er nog vanaf. Het zou chill zijn. Dat zou best chill zijn. Lief, ik ga weer liggen.
Goedemorgen deze morgen. Het is bijna Valentijnsdag. En in principe doe je natuurlijk met Valentijnsdag... Iets voor mij. Iets voor je speciale someone of je geliefde. Of... Dus lief, ik heb een verrassing voor je. Ja? Je krijgt helemaal niks. Ik ga namelijk iemand anders in het zonnetje zetten. Ik vind dat Valentijn helemaal niet hoeft te zijn voor degene met wie je het bed deelt. Of het bed wil delen. Want ik ga iemand in het zonnetje zetten met wie ik in ieder geval niet het bed deel en ook niet wil delen. Sorry dan. Maar nou, mijn schoonmoeder. Nou, vind ik lief. Ja, Bloemon heeft aan mij gevraagd om iemand in het zonnetje te zetten met Valentijnsdag. En ik mocht zelf kiezen wie. En de obvious choice is natuurlijk mijn lieftallige vrouw. Maar ik vond mijn schoonmoeder, die staat dag en nacht voor ons klaar. Die past tot vervelens aan toe op onze kinderen als wij flexibel als dat we zijn oppas nodig hebben. Want wij zijn natuurlijk zo georganiseerd dat wij precies weten wat we over 2 weken doen. Nee, het is heel vaak, oh Tam, we zijn vergeten dat we een afspraak hebben. Kan je alsjeblieft vanmiddag oppassen? Tuurlijk, joh. Super chill. We hebben al een keer eerder samengewerkt met Bloemen. Want het is gewoon te gekke partij. Je kan via de website, je hoeft helemaal niet zo'n accountje aan te maken. Je kan gewoon op de website uit verschillende designs kan je vette boeketten bestellen. En die wordt last minute bezorgd. Dus ook als je niet zo georganiseerd bent, net als wij, kan je er iets leuks van maken. Let op, we gaan schoonmoeken verrassen. Zij nu natuurlijk op het vakantiepark zitten, kan ik daar niks laten bezorgen. Dus zij heeft haar verrassing al thuisbezorgd gekregen in een hele mooie doos van Bloemen. Maar ze heeft geen idee wat het is en ze heeft ook geen idee dat het voor haar is. Het mooie is, je kan dus voor 10 euro kan je dus ook een vaas erbij bestellen. En dan gaat het uitpakken. Dag. Haar thuis, ze heeft geen idee dat het voor haar is. En nu ga ik er verrassen. Valentijn boeket besteld, je hebt allerlei verschillende dingen, maar dit is volgens mij de sweetheart. Daar kan je je geliefde mee verrassen, of je schoonmoeder. Wacht, ik ga het eerst uitpakken. En dan ga ik het ogen dicht in de hele kamer. Handig voor idioten zoals ik. Even een duidelijke instructie met hoe je de bloemen in de vaas moet zetten. Ik wilde deze Valentijn eens een keer iemand anders in het zonnetje zetten dan mijn vrouw. Omdat we van je houden en omdat je altijd zoveel voor ons doet. Nou Pip, is dit nou mooi of is dit mooi? Ben jij mijn Valentijn dit jaar? Willem, dat vind ik super lief. Heel lief. Echt super lief. Nou. Ja. Ik vind het ook echt te gek. Ze blijven ongeveer 2 weken goed. Happy Valentine! Dankjewel Willem. Ah, wat was mijn schoonmoeder blij. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om met Valentijn eens een keer iemand anders in het zonnetje te zetten dan degene met wie je het bed deelt. Ik vind het zo raar dat ik de hele tijd zeg, maar dat is ja, wel een beetje wat ik bedoel. Werkt supergoed. Willen jullie nou ook iemand verrassen met een mooi bos? Check even wat er op bloemon.nl wat er allemaal kan. Ik zet hier onder een linkje in de description. Make someone happy with Valentine's Day. Oké, jongens, we gaan verder met de weekvlog. The morning after. Op zich viel het reuze mee. Tenminste, jij zegt dat ze nog een keer wakker is geworden, hè? Nee, ik heb het gewoon. Ja, ik heb dat niet meegemaakt.
Het is nu hoe laat ze? Het is 9:10. Ze is denk ik om 8:30 wakker geworden. Cito, gaat ze vanavond weer doen? Ja. We hebben inmiddels een extreem chill zondagochtendje achter de rug. Ik heb wat dingetjes geregeld op de computer, als in gas, water, licht, bij de oude huiskappen, nieuwe dingen, nou, dat soort saaie dingen, maar is op zich altijd wel lekker om mee bezig te zijn. Dan gaan we nu met deze twee. Hey, Koekert. Ik heb een beer en een... Wat is koek? En een kaboutertje. Een andere mutsje vind ik wel een stuk leuker, lief. We gaan nu Jims uitlaten in het bos. Bij Dokus de Das, dappere Dokuspad, bospad. Dokus de Das, dappere avonturenpad. Het Dokus de Das avonturenpad. Echte aanrader als je in de omgeving van Schaik bent of daar ergens. Is heel leuk. En dan gaan we even wat drinken. En dan vanmiddag gaan we dan denk ik even lunchen ook. We beginnen langzaam een beetje een structuur in ons leven te krijgen. Dat proberen we in ieder geval met werkdagen en pappadagen en zo. Ik heb pappadag. En mama, we gaan heel even langs de bouw. Zo. Dat wil ik jullie ook even meenemen. En dan gaat Rassa allemaal interessante dingen doen. De eerste slechte keuze van vandaag is al gemaakt. Wat heb je aan? Is mijn schoolteug nog. En ik heb er geen last van. Wat heb je aan? Ik weet niet of jullie dochter of zoon wel eens een balletpakje heeft aangehad. Maar dat was best interessant met naar de wc gaan. We'll see. Oh ja. Wat? Ja, dat is toch een leuk camera angle. Hey camera angle. Nog iets leuks aan deze morgen. Hoe laat is het? 7:30. En we hebben ontbeten. Ik heb haar al gewassen. Ras heeft haar al gewassen. Nou, dat wil het zeggen. 7:30 en Koek is nog niet eens wakker. Dus we zijn, ga ik Koek zo uit bed halen, ik ga nu een flesje maken. Maar we zijn eens een keer vroeg opgegaan als familie. En dat bevalt eigenlijk prima. Het is een soort groeispurt of regelen of clusteren of weet ik veel wat. Maar Koek eet veel. Twee boterhammen als ontbijt en een fles. Nou, nog geen 2 uur later heeft ze weer honger voordat ze gaat slapen. Knallen we er nog een boterham in en een banaan. Dan wordt ze wakker. Hier, Koek. Dan wordt ze wakker, krijgt ze potje. Nee, die is niet van je mond, schat. Oh, die is niet in je mond. En dan s'avonds eet ze ook nog gewoon met ons mee. Oh. En Pip heeft iets gaafs. Laat eens even zien, Pip, wat je hebt. Hebben we dit bij Monkey Town uit zo'n apparaat gekregen? Gooi ze tegen het raam. Harder. Ja, en dan laten gaan. Ja. Zo cool, zo'n squishy balletje. Gooi ik kaart tegen het raam aan. En dan gaat hij zo... Ik moet echt mijn baard scheren, hé. Kijk dan. All the rays of Sky, Pip, Olivia, Vess. Oké, nu heb mama voor tijd voor mama. Yay! Er ligt hier ook een baby te slapen die straks wakker wordt. Mama, maar... buikje. En ik begin maar eens even aan het budget voor de verbouwing. Handig hè, als je dat begint te doen halverwege de verbouwing. Ik begin eigenlijk wel een beetje te twijfelen of we het allemaal wel kunnen betalen. Dus ik, I hold my heart fast. Maar voor ons alleen enkel, toch? Ja. En dan de buitenste. Ja, voor jullie wordt het de 1106 en dat is inderdaad de buitenste. Supermooi. Is ietsjes, maar goed, hier komt het vrij heftig inderdaad over, hè, door alle dubbele lijsten. Ja. Even kijken, hè. Let op. We hebben dus volgens mij deze gekozen. Niet met die klassieke lamp, maar wel dat rozet aan de muur. En dan hadden wij gedacht, deze... Oh, kijk nou. Dit wordt zo gaaf. Of misschien hadden we die grote. Nee, we hadden niet die grote volgens mij. Of die. Ah shit, nou weet ik het niet meer. Zo next level hier. Ja. Is dit Beethoven? Ja, Beethoven. Dit is Mozart, denk ik. Mag. Dit is Mozart. Denk ik. Dan is dit Beethoven. En dit dan Bach.
Kijk, je stelt me nou een vraag. Ik weet zeker dat dit Mozart is. En dat komt ook, dat zie je aan, dat zie je aan zijn, zijn haardracht. En ook omdat het ronde staat. Lul. Wordt een keer gewoon ook nog even kaart in de zijk genomen. Welke hadden wij gekozen? Jullie hebben gekozen de ECR 102. En dat is een 13-delig roset. Ja. Dat lijkt alsof het instuk is. Ik kan even de lamp uitdoen. Dan zie je het ook beter. Oh ja, wauw. Het is een, gewoon een hartstikke mooi roset. En dan hadden we die hoekjes, en toch? En daarbij inderdaad worden deze hoeken. Ja. Even kijken hoor, dan krijg je dus zeg maar in de hoek een kooflijst. Ja, in dit geval hadden jullie aangegeven dat jullie... Nou jongens, we zijn alweer een stuk verder. Wauw, kijk, dit wordt allemaal mooi gewoon dicht. Dit is alweer dicht. Oh wauw. Kijk, zijn al de voorbereidingen getroffen voor die balk. Hij komt dus daarin. Helemaal tot de andere kant. Oh. Hier zijn de voorbereidingen ook al in volle gang voor het plaatsen van de kraan, het elektra. Oh, kijk, het washok. Het is nu het, dit hok. Komt dit ooit nog goed? Kijk, even. Dit is dus als je binnenkomt, hebben ze hier een muurtje laten plaatsen. Hierachter komt dus het bad, zo, tot hier. En hier komt het douchescherm, tot halverwege, een soort inloopdouche. Kijk, is mooi geïsoleerd. Oh wauw, kijk dan, dit is er gewoon al uit, joh. Nieuwe kozijn zit er al in. Wauw. Dit muurtje wordt hem opgemetseld. De boys. Kijk dan. Dit wordt gewoon alweer bijna het plafond erin, joh. Dit wordt dus zeg maar. Hier komen geen deuren, niks. Daar komt ons bed. Daar zeg maar tussen de twee stopcontacten. Mooie twee lampjes met een knopje aan de muur. Loop je hier zo om. Kijk, het uitgetekend. Zo wordt ongeveer. Maar dan aan de andere kant zeg maar. Groot ronde spiegel. Lampje, lampje. Meubel. Twee wastafels. Twee kranen. Tegels tot die rand zo. Oh, mooi man. Maar dat komt dan dus hier. Aan deze kant. En hier komt dan de douche. Grote inloopdouche, cv-kast, hier om het hoekje komt ons toiletje. Oh, wordt zo gaaf. Dat je deze realiseert dat je dat al gewoon zo lang niet hebt gedaan. Boeit niemand wat! Wat wel joh, boeit, we zijn er gewoon. Oh. Oh, wat doe je? Wat doe jij? Ga toch echt door? Met fiets moet je al binnen door, lief. Ja, dan heb je 12 uur lang verkeerd gefietst. Ja, 12 zou trouwens niet goed zijn. Nee. Nou lief, dit is dan nog niet ons stadje, maar we gaan nu onze fietsen in de nieuwe stad zetten. Ah, kijk dan, Rachel kan ook fietsen. Bossenbroekje!